Vlaams Parlement TV blikt samen met 10 parlementsleden terug naar de afgelopen 12 maanden. 2019 was het jaar waarin de Vlaamse en federale verkiezingen, de uitstap uit Unia en het Vlaamse kanon de actualiteit beheersten. Journalist Jan de Meulemeester praat uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Jos Daze. Bij ons Jos Daze van de PvdA. Goedenavond. Goedenavond. En de fractieleider voor uw partij ook in dit parlement. 2019 is een grote verandering geweest voor uzelf en voor uw partij. Het was eigenlijk van niets naar nu 4 zetels. Ja, het zal wel zijn. We hadden een aantal zetels in het federaal parlement al, vanuit Wallonië. Maar we zitten nu vertegenwoordigd in alle parlementen. Echt een doorbraak voor onze partij. En zeker ook hier in het Vlaams parlement, waar we voor het eerst binnenkomen. Direct met een fractie van 4 personen. Het was wel een beetje een verrassing. En onlangs vroeg iemand... Niet verwacht dat het er 4 gingen zijn? Nee, omdat wij hadden eigenlijk campagne gevoerd om Peter Mertens in het federaal parlement verkozen te krijgen. We hadden gedacht, in de slipstream daarvan krijgen we daar dan misschien nog eentje bij in het Vlaams parlement. En dan bleken het er ineens 4 te zijn. Dus. Ja, met u dan als jong parlementslid. Voorheen was u nog geen gemeenteraadslid in Antwerpen, dus eigenlijk uw eerste echte mandaat. Ik was districtsraadslid in Burgerhout, maar met alle respect voor het niveau van de district, dat is een redelijk bescheiden mandaat, een redelijk bescheiden niveau. Tegelijk, politiek is u niet vreemd, hè? Uw moeder ook, Mie Branders, uw vader is ook actief in de beweging en zo meer. En uzelf was het al lang, hè? Ja. Ik ben zelf actief geworden eigenlijk toen ik naar de universiteit ben gegaan. En ik heb eigenlijk heel veel meegenomen van wat mijn ouders mij hebben meegegeven rond solidariteit, samenwerking, dat soort waarden. En dan ben ik aan de universiteit bij de studentenbeweging van de PvdA gegaan. Daar actief geworden en dan langs daar eigenlijk mee ook in het politieke spel gerold. Voor de eerste keer opgekomen bij de verkiezingen in 2014 dan. Toen als lijsttrekker voor het Vlaams parlement ook al net gemist. En dan nu in 2019, tweede keer, goede keer. Want trouwens aan de universiteit, het parlement zit chockvol... leerkrachten en advocaten en juristen althans. U bent bioloog, hè? Klopt. Ja, ik weet niet of jullie nog rondlopen in het Vlaams Zeer zeldzaam. Een exacte wetenschapper. Ja. Op mijn departement waar ik vandaan kwam, zeiden ze, we hopen dat het u lukt om naar het Vlaams parlement te geraken. Dan is er daar toch eindelijk één bioloog om Jokke Schouwvliegen toe nog met daar klimaat- en omgevingsbeleid te confronteren. Het is nu iemand anders geworden, maar ik denk dat het nog altijd even nuttig en nodig is. Trouwens, Raoul Hedebouwe, boegbeeld van uw partij in Wallonië, is ook een bioloog. Dus toch niet zo gek, blijkbaar. Klopt, fervent vogelkijker. Ja, inderdaad. Kan je misschien ook in het parlement dan, maar dan zijn het andere beestjes, andere spellen. Heel vreemde beestjes in dit parlement, dat kan ik wel zeggen. Over die verkiezingen, voor uw partij hier in Vlaanderen was dat van 2,5 onder de kiesdrempel naar 5,3%. Dus dan ga je meteen naar 4 zetels, dat is meteen kassa. Er was ook een andere beweging, de uitersten hebben gewonnen, dat is het Vlaams Belang. Plus 12,6% naar 18,5. Dat is de keerzijde van die kieslag, hè? Ja, inderdaad. Je hebt eigenlijk gezien, er zijn eigenlijk maar 2 grote winnaars bij de verkiezingen geweest in België. Dat is de PvdA langs de ene kant en dan het Vlaams Belang in Vlaanderen langs de andere kant. En 2 keer een beetje, denk ik, het gevolg van hetzelfde, namelijk dat heel veel mensen die traditionele politiek helemaal beu zijn. Dus besparen, jaren op rij. Partijen die voor de verkiezingen van alles beloven en na de verkiezingen het omgekeerde doen. We hebben tijdens de verkiezingen gezien dat het heel erg ging om hoge facturen. Om lonen die niet genoeg waren, om lage pensioenen, langer werken en zo verder. En dat heeft zich vertaald in 2 richtingen. Langs de ene kant heb je het Vlaams Belang gehad, die een enorm offensief zijn gestart, zeker op sociale media ook, om te zeggen, al die sociale problemen, dat is de schuld van de migranten. En die moeten we buiten zetten en dan wordt het allemaal beter. Dat zijn we heel veel tegengekomen in wijken. En langs de andere kant heb je de PvdA gehad, die heeft gezegd, die sociale problemen zijn reëel, maar die kunnen we pas aanpakken als we samenwerken en naar boven kijken. En de slagkracht van het Vlaams Belang is zeker op sociale media nog wat groter gebleken. Maar de fond is eigenlijk dezelfde, namelijk een heel diep ongenoegen over al die pensioenen, lonen, een beleid dat onrechtvaardig is. Maar dat wordt door het Vlaams Belang met hun sociale demagogie afgeleid richting racisme. Wij proberen dat te bundelen, er proberen van positieve energie van te maken om zaken te veranderen. Tegelijk wordt dan ook gezegd, het is dezelfde dynamiek, dezelfde frustratie bij de mensen, waar jullie dan zeggen, het is de schuld van het kapitaal, zeg maar. Maar nee, het is de schuld van...
van het systeem waarin dat wij het leven. Systeem, dus. Maar, ja, maar dat is iets helemaal anders dan een migrant of een Waal of een socialist met de vinger wijzen natuurlijk. Het systeem proberen veranderen, dat is denk ik de essentie van politiek. Dat we proberen van het politiek systeem, het systeem volgens het welke onze samenleving draait, van dat op een andere manier vorm te geven. En ik denk dat als je kijkt naar bijvoorbeeld pensioen, als je kijkt naar bijvoorbeeld die facturen, dan is dat heel duidelijk dat er vandaag verkeerde keuzes gemaakt worden. En dat is wat wij zeggen, daar moeten we rond samenwerken. Walen, Vlamingen, Brusselaars samen, mensen met en zonder migratieachtergrond samen, om te zorgen dat we terug gaan naar een herverdeling van de rijkdom, naar een rechtvaardig beleid. En dat is iets helemaal anders dan schoppen naar beneden. Iets waar heel veel om te doen was, was het stopzetten van de Vlaamse subsidies aan Unia. Het gaat maar over 10% uiteindelijk van hun werkingsmiddelen. Unia blijft actief ook in Vlaanderen. Het is een federale organisatie, maar toch symbolisch heel belangrijk. Nu ja, eerst fundamenteel, zo'n Unia, heb je dat eigenlijk nodig? Er is namelijk al iets dat over rechtvaardig of onrechtvaardig beslist. Dat is namelijk de rechtbank. Het bestaat al. Ja, maar als je kijkt de ampleur, de hoeveelheid aan klachten van discriminatie die er vandaag binnenkomen, aan racisme en discriminatie op basis van afkomst, van etnie, maar ook op basis van geaardheid, op basis van leeftijd, op basis van handicap. En als we zien hoe weinig van die klachten uiteindelijk in de rechtbank behandeld worden, ja, dan merk je dat er echt nog wel nood is aan een agentschap, aan een organisatie die dat bundelt en die daar iets maatschappelijk mee doet. En ik denk dat dan net ook de N-VA, dat een beetje dat ze dat lastig vinden aan Unie, dat ze dat thema in handen pakken. Want we zien dat er zoveel discriminatie is op de woningmarkt, op de huurmarkt, op de arbeidsmarkt, ook als mensen een job zoeken, ook in het onderwijs. En dan denk ik dat het zo nodig is dat we vandaag een instelling hebben die zich ermee bezighoudt van dat te bundelen van daar maatschappelijk debat rond op te wekken. Tegelijk, u weet wat de regering zegt. We gaan een eigen instelling oprichten die beter werkt dan Unia. Dat valt nog maar te bekijken. Maar dan bijvoorbeeld hier in de schoot, zoals hier ook een ombudsdienst is, of zoals ook genderklachten hier behandeld worden. Volgens hen, zeker bij CD&V, is het later een efficiëntieoefening. Sneller, beter werken. Ja, efficiënter. Dat is zoals België met 6 parlementen dat dan efficiënter zou werken dan 1 federale staat natuurlijk. Nee, dat is een absurditeit natuurlijk. Dat je een federaal gelijke kansencentrum, dat je daar gaat uitstappen om dan zelf eentje op te richten. Dat is evident dat je daar veel meer centen aan gaat moeten spenderen voor dezelfde werking als wanneer je dat samen kan doen met andere gewesten. Maar de hoofdzaak is dat men natuurlijk zelf veel meer de touwtjes in handen wilt hebben in dat Vlaamse Unia. Dat men zelf veel meer wilt kunnen bepalen waarom dat die Unia moet kunnen werken, waarom dat gelijke kansencentrum moet gaan werken. En dat men niet wil dat die op de zere plekken duwen. Namelijk het feit dat het arbeidsmarktbeleid van deze regering er totaal niet in slaagt om de discriminatie terug te dringen. Namelijk dat op het vlak van woonbeleid dat men er totaal niet in slaagt van te zorgen dat mensen met een andere naam, met een andere afkomst, met een andere godsdienst, dat die een gelijke kans hebben op die huizenmarkt. Dat men er totaal niet in slaagt om al onze kinderen in ons onderwijs een gelijke kans te bieden. Dus men wil die meer aan de leiband laten lopen, dat is waar dat om gaat. Meer aan de leiband of ook, we hoorden ook directrice als Keitsman, die zei van, we zijn niet geconsulteerd, ook eigenlijk niet geëvalueerd geweest wat betreft die budgetten. Volgens sommigen is het een revanche van zeg maar, de rechtse politiek op die instelling. Hangt er heel erg mee samen, denk ik. Hè? Dus je hebt de N-VA die zelf heel sterk polariseert, denk maar aan alles wat we ieder jaar opnieuw horen over. En er zijn incidenten, openlijke discussies geweest destijds tussen N-VA, regeringspartij en Unia-instelling, wat vrij ongezien is, dat die twee met elkaar discussiëren. Absoluut, en trouwens was ook vrij ongezien. Dat is eigenlijk heel erg gestart toen Zuhal Deem hier net staatssecretaris is geworden voor armoedebestrijding en gelijke kansen. Dat was op een moment dat bijvoorbeeld de voedselbanken, eigenlijk dat we daar zagen dat er een explosie was van het aantal mensen dat daar naartoe gaan. Maar in plaats van dat soort thema's vast te pakken, heeft zij toen meteen de confrontatie opgezocht met Unia, waar dat ze eigenlijk mee zou moeten samenwerken. Heel speciaal, dat komt natuurlijk omdat Unia een heel terechte kritiek, denk ik, heeft, ook op de polarisatie van bepaalde rechtse politici. Ja. Wat verder van Unia, maar het heeft ermee te maken. We hebben een minister van Samenleven, Bart Somers, die zit op thema's als inburgering ook. Dat was voor N-VA heel belangrijk. Maar wanneer we Somers die laatste weken in het parlement horen, ook naar aanleiding van incidenten zoals in Bilzen, is dat een zeg maar, vrij verbindende toon die hij aanslaat, het Mechels-model dat hij uitrolt, wel alvast een andere toon dan we van N-VA gewend zijn. Hè? Het lijkt wel een regering die met twee stemmen praat. Ja, en dan is natuurlijk hetgeen dat uiteindelijk telt, wat zijn de daden. Dat is wat dan natuurlijk uiteindelijk telt. En dus we hebben hier een Bart Somers gehad, ontketend tegenover het Vlaams Belang, als het dan ging over Bilzen. Ja. Maar de week daarna lag er wel een decreet op tafel om etnisch-culturele organisaties te kortwieken binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk, ondertekend door de VLD.
Dus tussen die woorden en die daden blijkt een hele grote kloof te gapen. Voor VLD althans, je ziet daar wat geprankt soms. Voor VLD althans, inderdaad. Of voor de minister die normaal gezien de regering zou moeten vertegenwoordigen. Dus Bart Somers spreekt wel heel verbindend, maar we zien in de realiteit, in de feiten, dat zijn beleid wel het regeerakkoord moet uitvoeren. En dat regeerakkoord is een regeerakkoord dat punten van het Vlaams Belang hun 70-puntenplan overneemt. Is een akkoord dat grenzen opwerpt, die €360 voor mensen die willen inburgeren. Mensen langer laten wachten voordat ze een huis kunnen, voordat ze op de sociale huurmarkt terecht kunnen. En zo verder. Dus die kloof tussen die verbindende taal van Bart Somers, maar in feite het N-VA-beleid dat hij moet uitvoeren, die is volgens mij wel heel breed. Omdat het de eindejaarsperiode is, hebben we u zelf eens de vrijheid gegeven om te kiezen welk stukje televisie er wordt uitgezonden. U kon een fragment kiezen en dit is een fragment uit het debat over kleuteronderwijs en dan wel het meten van de taalkennis bij kleutertjes wanneer ze naar het eerste schooljaar gaan en eventueel gaan bijscholen als dat nodig is. Afhankelijk van de achterstand die wordt gemeld, kan je optreden door remedierende maatregelen in de klas. Maar desnoods moet je ook taalbadklassen voorzien. En hoe lang dat is, dat is op maat. Dus stop dat geneuzel over 2 maanden, 3 maanden, tot een jaar. Het zal duren tot zolang het nodig is om de toekomst van dat kind niet te hypothekeren. Daar gaat het toch over. En niet over termijnen die je bijvoorbeeld moet gaan vastleggen en geneuzel daaromtrent. Nee, het gaat om over gelijke kansen, gelijke rechten geven. En dat doen we met zulke systematiek. Ja, voor we het over de zaak ten gronde hebben, dat onderwijs. Ik heb toen eerlijk gezegd een woordje gegoogeld van, vroeg me af, bestaat het nu echt? Geneuzel, neuzelen, blijkbaar bestaat het. Dat al maakt dit fragment opmerkelijk, hè? Zo'n taalgebruik, want dat was een verwijt naar oppositie. Hè? Absoluut, en nu ik het herbekijk, vind ik het nog pijnlijker eigenlijk dan in het echt. Omdat je merkt, het is een minister van Onderwijs die eigenlijk zijn domein nog niet kent. Het is op zich logisch in het begin van de legislatuur. Maar je merkt daar dat hij aan het chargeren is op een domein dat hij ideologisch belangrijk vindt, maar dat hij inhoudelijk niet goed kent. Je merkt het aan de manier waarop hij spreekt. En dan moet hij zich tot superlatieven gaan beroepen en dat soort taal gaan beginnen gebruiken om het debat te kunnen winnen, om genoeg gewicht in de schaal te kunnen gooien. Maar wat in feite moet verbergen, dat er een ongelooflijke leegte gaapt op vlak van inhoud achter die straffe taal. Want wat hij doet, is een vraagsteller in vraag stellen. Beproefde techniek. Ja, en wat hij vooral deed, en dat was heel opmerkelijk in dit debat, en het is daarom dat ik het heb aangegrepen. Dus we hadden een debat over een taaltest voor kleuters op 5 à 6 jaar, om te kijken of zij over kunnen gaan naar het lager onderwijs, of dat zij moeten worden bijgespijkerd op taal. Dus uiteraard is het belangrijk dat leerlingen het Nederlands goed beheersen. Hè. Voor hun verdere schoolloopbaan, dat is evident. De vraag is hoe dat je dat dan doet, hoe dat je zorgt dat leerlingen goed Nederlands kunnen leren. Ben Weitz wil daar kiezen voor taalbadjaren. Hè. Onder andere taalbadklassen, maar ook taalbadjaren. Ja, want dat was een fundamenteel verschil. Hè. In de krant stond taalbadjaar. Wat betekent dat je leerling uit de loopbaan ligt en een jaar lang elders Nederlands onderwijst? Of een taalbadklasje, waar je ad hoc wekelijks wat bijschoolt? Ja, dat is een groot verschil, maar op de radio heeft hij wel degelijk het woord taalbadjaar gebruikt. En hier hoor je opnieuw in het fragment, waar nu een hard vuur brandt, dat hij zegt, ja, 2 maanden, 3 maanden, een jaar maakt niet uit. Maar het maakt wel uit. Want het punt is net dat uit alle onderzoek blijkt dat je leerlingen die je uit hun omgeving haalt en in een omgeving steekt met enkele leerlingen die zelf ook niet goed Nederlands spreken, dat je dan geen taalbad creëert, maar een taalwoestijn. Dat is heel duidelijk, daar is heel veel onderzoek over. En het probleem is, als we daar een debat over hadden in het parlement, met ook Koen Daniels, de onderwijsspecialist van de N-VA. Partij zelf van dezelfde partij als Ben Weitz. Ja, dat die dat niet kunnen onderbouwen. En dus dat die puur doen op politiek op basis van ideologie, ook als dat tegengesteld is aan wat dat wetenschappelijk bewijs, onderzoek en praktijk oplevert, wat dat blijkt te tonen. En dan krijg je dit soort zaken, waarbij dat Ben Weitz ook nog zei, we gaan elkaar toch niet met pedagogen om de oren slaan, of met wetenschappelijke studies om de ogen slaan voor eentje die A zegt, kan ik hier eentje zeggen die B zegt. Maar dan kom je in een soort van postfactueel politiek tijdperk terecht, waar het er niet meer toe doet op wat je beleid baseert, zolang dat het maar in je eigen ideologische kraan past. Postfactueel is dat bekend als fake news, eigenlijk. Fake news. Ik noem het eerder fact-free politics. Het is niet zozeer fake news, omdat ze gewoon op basis van hun eigen ideologie vertrekken.
Ze verzien eigenlijk wel studies die dat zouden onderbouwen. Ja. Koen Daniels was redelijk pijnlijk. De studies die hij probeerde aan te halen om zijn punt te maken. Jaren 90 dan bleek dat. Die dan uit de jaren 90, 80 bleek te dateren. Hij citeerde metastudies die in feite door de collega's van die wetenschapper verguist zijn. Omdat hij studies bundelt die exact het omgekeerde beweren dan wat hij wil zeggen met zijn studies. Dus het was heel pijnlijk om te zien, vond ik. Maar heel exemplarisch voor deze regering, het is ermee dat ik het wou tonen, omdat die echt een offensief aan het inzetten is op basis van haar eigen ideologie. Ja, want dit ging ook over stijl natuurlijk. Hè. Er is een werkelijk probleem met het Nederlands onderwijs. Het bleek nog uit een PISA-studie midden december dat die kennis achteruit gaat. Maar dit ging over de manier waarop je in debat gaat met het parlement. Hè. Absoluut, en de manier waarop je beleid voert. Maar ook de manier waarop je beleid voert. Ik vind het heel belangrijk dat we vurig debatten kunnen hebben, dat we ideologisch kunnen botsen. Maar op een bepaald moment moet je je beleid ook wel baseren op wat werkt. Op wat in de praktijk aantoonbaar is dat werkt, of waar dat we op zijn minst een basis van hebben dat het werkt. En als we dan met de toekomst van zoveel kinderen van 5, 6 jaar gaan spelen, op basis van ideologische overtuiging tegen beter weten in, dan vind ik dat we in een heel gevaarlijk politiek tijdperk zijn. Maar het moet nog blijken, want dat was achteraf niet helemaal duidelijk, of het dus een taal wat klas of dus zo'n heel jaar is, hè. Het zal blijkbaar gaan om klasse. Dat is al erg genoeg. We hebben daar 2 uur aan het debatteren geweest. Ja. Om aan de minister, ik heb verschillende keren aan de minister gevraagd, misschien moet u even verhelderen over wat we het hebben, maar hij weigerde eigenlijk om ons iets te zeggen. CD&V heeft nadien gecorrigeerd. Hè. Ze zeggen het is een klasje, geen jaar. En daarna heeft de minister het woord jaar opnieuw herhaald, dus we weten nog altijd niet exact wat er bedoeld wordt. Maar als men doorzet met die taal wat jaren, dat gaat heel schadelijk zijn voor ons onderwijs. Ja. We zijn zelf ook zo vrij geweest om een fragment uit te kiezen uit uw prille korte loopbaan. Ja, hier vooralsnog in het parlement. En dat was een debat over openbare vervoersmaatschappij De Lijn, de bussen en de trams. Dat is dan minister Lydia Peters. En u bent opgegroeid in Hoboken, woont nu uit Borgerhout, maar u kent nog volk uit Hoboken, zo blijkt. Yes. Ik heb net vandaag nog een reactie gekregen over De Lijn van Katrien uit Hoboken. Dat hoorde niet graag. Dingen die van buiten het parlement komen, dat is moeilijk. Hè? Ja, dat is moeilijk, hè? Dan beginnen we moeilijk te doen. Hè? Katrien uit Hoboken. Collega's. Katrien uit Hoboken. Ja, dat is niet gemakkelijk, ik weet het. Dat is niet gemakkelijk. Maar er is een zekere realiteit buiten dit parlement. Collega Schultz. Meneer Dazen, ik stel voor dat u vertelt wat dat u denkt en dat onze gedachten dat wij daar zelf wel zullen over vertellen. Wij hebben geen zielen of geen psychiater hierover. Dan stel ik voor dat jullie stoppen met boelroepen op het moment dat we een aantal concrete verhalen in dit parlement proberen binnen te brengen, meneer Schild. Ja, was wat dubbel natuurlijk. Het kwam wel binnen bij iedereen, maar het geblazen gezicht was misschien ook een ergernis in de zin van wat u op dat moment doet, is uzelf uit de politiek zetten en van de andere politici maken, terwijl u bent ook een politicus. Net zoals zij ook contact hebben met hun achterban. Ik weet het, maar dan moeten ze niet beginnen roepen als ik iets uit mijn achterban naar voren breng. Maar misschien omdat u zegt van ja, dat hoort u niet graag, want er is een wereld buiten het parlement. Maar dat heb ik pas, want ik kan dat niet horen op de geluidsopnames van omdat die enkel mijn micro nemen, maar die waren al boe aan het roepen op het moment dat ik Katrien uit Hoboken zei. Dat u zo vernoemd. Het is daarom dat ik ook pauzeerde, omdat ik gewoon onderbroken werd door het gejoel, gewoon door het feit dat je een verhaal van buiten het parlement naar binnen brengt. En uiteraard heeft iedereen daar contacten met mensen buiten het parlement. Ik wil helemaal niet claimen dat wij de enige zijn die ook op straat rondlopen. Maar ik heb dat hier al op verschillende momenten gemerkt, ook als we het hebben over personen met een handicap, personen in armoede. Men wordt daar zo onwaarschijnlijk zenuwachtig van als je concrete verhalen van buiten het parlement naar binnen brengt. Maar dat is wat u dan doet, hè? Personaliseren. Ik heb hier een naam en toenaam. Die dame, deze man, heeft een probleem en die woont daar en zus en zo. Omdat ik dat ook zo belangrijk vind. Die debatten over De Lijn, ik vind dat de meest wereldvreemde debatten die we al hebben gehad. Omdat je merkt, en dat is geen persoonlijk verwijt, maar je merkt dat je discussieert over bussen en trams met politici die niet op bussen en trams zitten. Je merkt dat gewoon aan het debat. Je wordt hier uitgelachen, letterlijk, in de commissie ad hoc, de eerste commissie, letterlijk uitgelachen als je zegt het openbaar vervoer is hier kapot bespaard. Dan lacht men u in uw gezicht uit. En dan vind ik het superbelangrijk om net de concrete impact van die besparingen van de afgelopen 10 jaar daar binnen te brengen. En daar was dat verhaal van Katrien was daar zo sprekend in, omdat zij, het is hier natuurlijk nu niet getoond, maar zij is 10 jaar geleden naar Hoboken verhuisd om 1 gezinswagen weg te kunnen doen, wegens de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 10 jaar later overweegt zij om terug een wagen te kopen, omdat zij niet meer op haar bestemming geraakt met de bus en met de tram. Ik vind het heel waardevol om dat soort verhalen hier binnen te brengen, want dat is uiteindelijk waar het beleid waar wij hier over discussiëren over gaat, over concrete impact op mensen.
Ja. Maar daar heeft men het hier niet graag over, blijkbaar. De beladenheid van zo'n tussenkomst, of ook de reacties, illustreert ook hoe het er nu aan toe gaat in dit nieuwe parlement. De oppositie is versterkt aan beide kanten, met jullie aan de linkerzijde. Er zijn vrij vaak pittige debatten, misschien meer dan vroeger, denk je, met die twee oppositiepartijen of gegroeide oppositiepartijen erbij? Ik hoor van iedereen, ik volgde het hier daarvoor niet op de voet, maar ik hoor van iedereen dat het toch wel veranderd is, de sfeer hier. Ik denk dat dat aan de kant ook goed is, eigenlijk. Een aantal journalisten, commentatoren, gehoord die zeiden dat het ideologisch debat is terug in het Vlaams parlement. Ja. Ik denk dat dat een goede zaak is. Het feit dat we terug meningen kunnen doen botsen, dat we terug over de fond van de zaak kunnen discussiëren, dat er terug echt visies tegenover elkaar staan. Onafhankelijk van welke visie dat je bent, denk ik dat dat een goede zaak is. Ik heb dat ook al van rechtse politici gehoord, trouwens. Die zeggen, we zijn eigenlijk blij dat we terug een beetje, moet je dat zeggen, een sparringpartner hebben in dat parlement. Ja, er komen zelfs dynamieken waar oppositie met oppositie debatteert, namelijk u of jullie met Vlaams Belang. Ja, zelfs dat. In het midden zit dan een meerderheid voor zich uit te staren. Ja, ik vraag me van sommige parlementsleden van de meerderheid soms af wat ze daar inderdaad allemaal zitten te doen. Maar er is ook de verharding van de toon. Dat ga jij niet bepalen, het is op die manier al ingezet in het begin. Dat is ook gezegd naar Groen toe, naar jullie toe, ja. Het was zo onduidelijk naar wie juist. Ja, het was naar Meijer Malmatje die recht achter mij zat, maar op de camera leek het. Iedereen denkt dat het naar jou toe was, hè? Ja, iedereen die het mij vraagt, geef ik eerlijk toe, het was naar achter mij. Maar naar het schijnt heeft Jan Bon wel gezegd dat ik het ook had uitgehangen. Dus ik weet dan niet of ik dat als een compliment moet opvangen ja. of niet. Polarisering is, zoals het u beleeft, de rechterzijde, maar omgekeerd zal men dan ook wel vinden van de linkerzijde. Dan zegt men linkse populisten. Maar dan moet men mij zeggen wat er populistisch is dan datgene dat we hier doen. Hè. Het concrete verhalen van buiten het parlement binnenbrengen, daar vind ik werkelijk niks populistisch aan. Wij zijn officieel, dat staat op onze loonfiche, volksvertegenwoordiger. Dat is wat wij zijn, vertegenwoordigers van het volk. Dus als het vertegenwoordigen van het volk in het parlement, als dat populisme wordt genoemd, dan is er volgens mij iets heel erg mis met de invulling van volksvertegenwoordiger door die andere mensen die hier op een stoeltje zitten. Hoe spijtig is het trouwens, want nu jullie fractie in het parlement is zeer aanwezig, maar laat ons niet vergeten dat jullie bij een regeringsonderhandeling er hoe dan ook meteen waren afgereden, zelfs niet overwogen werden. Hè. Dat is natuurlijk hoe dan ook een gemiste kans. Hè. Het zat er niet in, maar toch. Het zat er moeilijk in. Het zou voor ons ook niet heel gemakkelijk zijn, denk ik, om een regering te vormen met de N-VA. Nee, dat was ongeveer de enige optie die er was. We zijn uitgenodigd geweest door Bart De Wever voor een beleefdheidsgesprek. Maar ik denk dat het redelijk duidelijk was. En ik denk dat we ook tijdens de campagne al wel gezegd hebben. Ja, als je met 1, 2, 3, 4 mensen in zo'n parlement binnenkomt, is het niet om meteen ministers te beginnen leveren. Natuurlijk. Nee, het was niet de ambitie om al meteen... werd ook gezegd tijdens de campagne. Hè, eerst erin geraken en dan pas, wie weet... Absoluut, maar ik denk ook voetjes op de grond. We hadden niet verwacht dat we met zoveel zouden zijn. 4 is een mooi aantal. Maar ik denk dat wij hier nu 5 jaar stevige oppositie gaan voeren. Ik denk dat we al een beetje getoond hebben dat dat ook wel lukt. En dan zullen we later wel zien wat de toekomst brengt. Maar om nu te zeggen dat wij in onze eerste legislatuur direct met onze aardvijand de N-VA samen een regering zouden vormen, dat zou wel een beetje te snel zijn. Dat is nog een verre toekomst dan. Ja. Ja, maar jullie hebben ook nog keiveel plakband gebruikt. Dimitri Verhulst. Ja, we hebben een kerstboom. We noemen dat eigenlijk onze kanonboom. Naar aanleiding van de actualiteit. Deze regering gaat op zoek naar een Vlaamse kanon. Met daaronder cadeaus, kanoncadeaus. Dimitri Verhulst, de laatste ter dingen. Het film en, de film en het boek. De film gezien of het boek gelezen al? Allebei. Oei, dan is dit eigenlijk een dubbel cadeau. U kan het cadeau doen op uw beurt. Voilà, we kijken zo. Kerst is dichtbij. Maar om over de kanon te spreken, er is al lang een Vlaamse literaire kanon. Mm-hmm. Met 50 plus 1 werken, dacht ik. Het meest recente werk erin is Het Verdriet van België van Hugo Claus. Dat is een boek uit 1984. Mag het een update krijgen? Misschien met dit boek bijvoorbeeld? Toont denk ik vooral aan dat kanon... Kanons een beetje een achterhaald begrip zijn misschien, als men er sindsdien geen boeken meer aan heeft toegevoegd. Dimitri Verhulst mag er van mij best bij. Hij heeft nog de inleiding geschreven van Hoe durven ze van Peter Mertens. Dus wat klopt, mij betreft. Ja. Maar over de ernst van de zaak, ik denk dat een literaire kanon is nog iets anders dan hetgeen dat onze Vlaamse regering nu van plan is. Een kanon over de cultuur, de geschiedenis, de grote figuren uit de Vlaamse natievorming, natiegeschiedenis. Ja. Dat lijkt me geen bijzonder goed idee. Ja, want wat is er mis mee op zich? Het gaan opstellen van een lijst met ankerpunten, dingen die je, de need to know, die je moet weten, geschiedenis, cultuur, doet geen pijn bij niemand. Waarom niet? Bij nieuwkomers bijvoorbeeld of studenten?
Het is een beetje hetzelfde als wat we daarnet over onderwijs zeiden. Men doet dan politiek op basis van ideologie, zonder na te denken of zonder rekening te houden met wat dat de fundamenten daarvan zijn. En als we dan kijken naar de reactie van historici, van leerkrachten over de idee van een kanon, zijn die unaniem. Unaniem zegt iedereen, dit is een slecht idee. Degenen die het moeten gebruiken, degenen die het zouden moeten uitwerken, degenen die het zouden moeten onderzoeken, zeggen allemaal, dit is een slecht idee en toch voert men het uit. Waarom voert men dat uit? Omdat men een zekere Vlaamse identiteit wil gaan construeren die vandaag nog niet bestaat. Jan Jambon is er redelijk expliciet over geweest in zijn openingscollege bij Karel de Vos aan de UGent, waarin hij zei, mijn doel is onafhankelijkheid van Vlaanderen binnen x aantal jaar. Maar er is een groot probleem. Ik heb nog geen begin van een meerderheid daarvoor in Vlaanderen. De geesten moeten rijpen. De geesten moeten rijpen. En men gaat ze laten rijpen. Men gaat ze op speed laten rijpen eigenlijk. Door iets als een Vlaamse kanon in het onderwijs te introduceren. Maar denk ook aan de cultuur die echt geïnstrumentaliseerd wordt. Als vuurtoren en als verheerlijking van de grootsheid van de Vlaamse natie. Of dat is al erfgoed wat u bedoelt. Hè? Dat gaat over erfgoed, maar dat gaat ook over cultuurhuizen die niet meer lokaal nieuwe kunst mogen maken, maar wel internationaal mogen uitstralen. En dan heb je natuurlijk ook de VRT, die ook expliciet die Vlaamse identiteit moet gaan vormgeven. En dan is deze regering eigenlijk bezig met alles wat zij naar ruimte heeft in te zetten, te instrumentaliseren voor de ideologie van de grote partij uit die Terwijl regering. Terwijl de redenering, opnieuw mijn probleem, als je de redenering daar is. Dat is dan de natievorming. De bedoeling is om een interesse voor cultuur aan te wakkeren. Dat zou dan het burgerschap versterken. Vanuit het idee dat wie hier toekomt of hier opgroeit, ja, dit is geen wit blad, dit cultuurveld Vlaanderen dan deze regio. Maar als men mensen wilt uitnodigen voor cultuur, dan had men kunnen stoppen met die cultuurbesparingen in te voeren. Want we hebben net gelezen dat die gaan maken dat de tickets bijvoorbeeld duurder gaan worden, dat er minder voorstellingen gaan zijn, minder nieuwe projecten, minder nieuwe kunstenaars die dingen gaan kunnen uitvinden. Dus als men onze cultuur rijker wilt maken, als men mensen in de cultuur wilt binnentrekken, dan maak je cultuur toegankelijk. En dat is iets helemaal anders dan een cultuur op te leggen. Dan zelf te gaan bepalen wat in onze geschiedenis is nu onze geschiedenis. Wat in onze geschiedenis bepaalt nu wie wij vandaag zijn. Ook niet wanneer blijkt, men heeft naar Nederland gekeken, dat het daar werkt, die 50 vensters op de cultuur, op de geschiedenis. De totstandkoming was niet evident, maar nu is het vrij ingeburgerd. Het is vrij ingeburgerd, maar de vraag blijft, wat hebben we eraan? En als je dan kijkt naar historici, ook zoals Bruno de Wever, broer van, maar dat doet er op zich niet toe, die zegt, ja, die kanonisering van geschiedenis is een zeer slecht idee. Verschillende liberalen die ook hebben gezegd van, dit kan nooit goed eindigen, dat gaat in tegen het vrije denken. Dat we mensen gaan opleggen wat hun identiteit zou moeten zijn. En de grote vraag is natuurlijk, hoe dat je dat ook gaat selecteren. Wat gaat daarin zitten? Dat de Vlaamse beweging erin zal zitten, dat neem ik aan. Maar de Italiaanse mijnwerkers gaan niet erin zitten. De arbeiders van Fort Genk, die samen vochten tegen een Britse multinational, gaan die erin zitten. Er wordt ook gezegd dat het ook blinde vlekken net in de geschiedenis zou kunnen aanwijzen. En het bijvoorbeeld die gastarbeiders een plaats kan geven in echt de nationale geschiedenis. Maar wat je daarvoor moet doen, en dat is wat elke historicus je zal leren, is je moet mensen leren kritisch nadenken. Je moet mensen leren... Je bent zelf historicus, je bent die aan het uitleggen aan nu, maar... Je moet mensen laten leren terugkijken, bronnenkritiek laten leren doen, zelf leren onderzoeken. En dat is iets helemaal anders dan opleggen, dit is onze geschiedenis, dit zijn wij. Want er valt altijd iemand buiten als je zo'n plaatje gaat maken. Er valt altijd iemand buiten zo'n kanon die eigenlijk ook een deel is van Vlaanderen. En dus als je Vlaanderen wil laten bruisen, wil laten aantrekkelijk zijn, mensen wil doen participeren in cultuur en onderwijs, zorg dan dat onderwijs en cultuur dat die toegankelijk zijn, dat mensen daar naartoe aangetrokken worden, maar dat doe je niet door op te leggen wat dat ze zouden moeten vinden. Ja, de bedoeling is eigenlijk, het gaat over het Vlaming zijn, hè, die identiteit, dat is echt die rode draad in dat regeerakkoord. Ja, voelt u zich Vlaming? En wat is dat dan? Want jullie zijn internationalistisch. Ik voel mij Borger-Outenaar, ik voel mij Vlaming, ik voel mij Belg en wereldburger, als dat zo mag zijn. Wat ik belangrijk vind, is dat men met het Vlaming zijn op te dringen, probeert men ook iedereen te doen geloven dat we allemaal samen in hetzelfde schuitje zitten. Dat is het discours dat we al heel lang hebben. We zitten allemaal op dezelfde tak waar we niet mogen aanzagen, zei Bart de Wever ooit. Maar we zitten niet allemaal in hetzelfde schuitje. Niet iedereen wordt beter bijvoorbeeld van het beleid van deze Vlaamse regering en niet iedereen gaat erop achteruit. Daar worden keuzes in gemaakt. Er zijn winners en er zijn verliezers, ook van dit beleid. En door onze gemeenschappelijke identiteit aan te praten die we allemaal zouden delen, lijkt het alsof wij allemaal samen op front moeten vormen tegen de boze buitenstander, de Walen, de Fransen, de vluchtelingen en de migranten. Terwijl dat natuurlijk zo eenvoudig helemaal niet is. Er wordt een grens getrokken eigenlijk. Er wordt een grens getrokken. En de vraag is natuurlijk of dat de juiste grens is. Als het mij vraagt, zijn er veel grotere tegenstellingen tussen, ik zeg maar, de burgemeester van Antwerpen en mensen die problemen hebben met het zoeken van een huis in zijn stad, dan tussen twee mensen die in Charleroi of in Antwerpen wonen en die problemen hebben op de woning.
woningmarkt, die hebben eigenlijk veel meer met elkaar gemeenschappelijk. Maar met die Vlaamse identiteit op te dringen, gaan we lijnen trekken, grenzen optrekken en proberen te zeggen, wij zijn allemaal samen, wij moeten samen achter onze regering. Dat is het hele andere standpunt, hè? Ja. Wat u de oppositiepartij maakt natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar op een manier met vooral een fundamenteel andere wereldvisie dan de N-VA. En dan komen we terug op het begin uit. Ja. Wereldvisie en het systeem waarin we leven, dat is waar politiek om draait. Begin van dit gesprek ging ook over jullie die in dit parlement geraakt zijn dit jaar. Dat is dan ook het einde van het gesprek. Bedankt om hier te zijn. En we hopen natuurlijk op nog veel van die boeiende debatten in 2020. Dank je wel.